Ja, kijk, het gevoel is ligt heel goed. We hebben gewerkt als een ploeg voor een punt. En ik denk, als je resultaat pakt, ben je zeker blij. FC Dordrecht heeft zaterdagavond een punt gepakt in de laatste competitiewedstrijd van dit kalenderjaar. 1-1 tegen hoogvlieger Excelsior was een resultaat waar de club van tevoren wel voor zou tekenen. Maar de tegentreffer viel pas in minuut 87. En dat zorgt voor gemengde gevoelens aan de Kromme Dijk. Zuur. Ook omdat we ook de kans hadden om 2-0 voor te komen. Die jongens hebben onze strijdplan uitgevoerd zoals we samen hebben vastgelegd. Inzet meer dan 100%. Ze hebben ervoor gevochten. Alleen, het is een beetje het teken van het hele seizoen. Uiteindelijk komen we net iets te kort om altijd goed uit te betalen wat we op het veld laten zien. Kijk, als ploeg hadden we een plan om laag te spelen. Om hetzelfde plan een beetje te houden, zo gelijk toen we hadden gespeeld tegen Emmen. Dat hebben we ook gedaan. In de kanter probeerde ik scherp te zijn, om een doelpuntje mee te pikken. En daar hebben we ook op getraind. Dus vandaag is het heel erg spijtig dat we in die laatste minuten zo'n beetje de match hebben kunnen weggeven. Maar als ploeg ben ik trots op hun. Dan ze hebben gestreden voor de punten, dus ik ben wel blij. Het punt geeft hoop op een beter tweede deel van de competitie. FC Dordrecht gaat nog wel als laatste de winterstop in, want er valt nog heel veel te verbeteren bij de Schapenkoppen. Intern zijn we alleen maar bezig om de toekomst te plannen van deze club. Kijk, zoals jij zegt, het is een situatie die zich al jaren speelt. En misschien hebben ze niet bedacht, het ligt niet alleen aan de trainer, maar het ligt aan heel veel andere voorwaarden waar wij met z'n allen elke dag hard werken om die te veranderen. Alleen sommige dingen gaat niet in één dag. In mijn gevoel zegt dat ziet, de hele club ziet dat en de hele club spreekt dat uit. We zijn alleen maar bezig om te kijken hoe kunnen we beter en sterker worden. Op 7 januari gaan de Schapenkoppen weer de wei in voor speelronde 21 in de Keukenkampioen-divisie. In Brabant is Helmond Sport dan de tegenstander.